als je door het centrum van Doetinchem loopt, merk je iets raars. Het stratenplan oogt als dat van de oude stad. De maquette van het Stadsmuseum laat zien hoe Doetinchem er vroeger uitzag. Maar veel bebouwing is helemaal niet oud. Verantwoordelijk hiervoor is de Tweede Wereldoorlog. Op 1921 en 23 maart 1945 bombardeerden Britse vliegtuigen het historische centrum van de stad. Het historische stadscentrum werd onherstelbaar beschadigd. Het stadscentrum werd herbouwd, maar de ziel van het oude stadje kwam niet meer terug. Vanaf de Walmolen zien we de Oude IJssel. Op de wal is nog een klein stukje oude stadsmuur te zien. Hier, aan het begin van de Waterstraat, stond ooit de Waterpoort. Dit is nog een oud muurhuisje. Een huisje dat tegen de oude stadsmuur was aangebouwd. Het nieuwe Amphion Theater is een creatie van de bekende architect Francine Hoebe. Het voormalige postkantoor is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Nu zit er een stadsmuseum en een restaurant in. Dit zijn voormalige armenhuisjes. De Catharinakerk is tweemaal verwoest. In 1527 door brand
en in 1945 door het bombardement. De kerk is in de oude stijl herbouwd. Het gevang diende vroeger voor de eerste opvang van boosdoeners. Nu herbergt het koffieliefhebbers. Dit plantsoen was vroeger de stadsgracht. School nummer 1 stamt uit 1895. De twee gevouwen handen vormen het vrijheidsmonument. De Hamburgerstraat is de hoofdstraat van Doetinchem, met de voormalige bioscoop Luxor en het fraaie winkelpand van Brinks. De gasthuiskapel is het restant van het middeleeuwse gasthuis.